Ons land verkeert net als heel veel andere landen in de economische crisis. Ja. Merk je er persoonlijk wat van? Persoonlijk? Ja, nee. Mijn uitgeefpatroon is eigenlijk hetzelfde zoals het ook voorheen was. Dus ja, ik merk er zelf eigenlijk weinig van. Oh nee, ik merk er niet zo erg veel van. Je moet toch meer op de kleintjes letten. Niet zomaar oppassen wat je uitgeeft. Nog beter als voor die tijd. En niet aan onnodige dingen, zulke dingen. Dus echt, waar je nodig bent, dat koop je. We hebben het wel gemerkt. We hebben een paar jaar geleden een nieuw huis gekocht. En je koopt het nieuwe huis op papier. En je hebt het net gekocht en de financiële crisis breekt uit. Mm-hmm. En dan zie je dus, dan denk je van nou, dat andere huis dat is zo verkocht. En het heeft ruim 2,5 jaar geduurd voordat het A verkocht is. En B met duidelijk een andere prijs dan we oorspronkelijk bedacht hadden. Ook in combinatie wat de makelaar bedacht had. Dus in die zin merk je er wel wat van, ja. Ik merk het met mijn pensioen, wat al jarenlang niet, wordt geïndexeerd en waarschijnlijk ook wordt teruggedraaid. Dus wat dat betreft ga je er niet op vooruit. Het is toch, ja, je hebt toch wat minder klanten. Mensen zijn toch wat trager met kopen. Denk eerst eens even nog een keer na. Als ik bijvoorbeeld in het buurtcafé kom, waar ik al jaren kom, dan merk ik dat de mensen daar echt zuiniger zijn. Het is natuurlijk niet de eerste levensbehoefte. Dat de eigenaren veel meer moeten organiseren dan vroeger. Dat met name ondernemers die zaken zitten die niet de eerste levensbehoefte zijn, om het zo maar te zeggen, dat die echt harder moeten werken om hun geld te verdienen. Dat mensen echt zuiniger zijn en vooral een beetje bang zijn wat de toekomst ze brengt. Ook al gaat het ze niet zo slecht, bij mij ook bijvoorbeeld, gaat het niet zo slecht, dat je toch denkt, ja, hoe is het volgend jaar? Met die euro en ze stort de hele boel in, pas maar op. Dus ik eet er geen boter minder door, maar het zit wel voortdurend in mijn hoofd. Hoe ziet u de vooruitzichten? Positief of? Op de lange termijn positief. En wat moet er dan gebeuren? Dan denk ik aan 30 jaar. Over de eerste 5 jaar zie ik het niet beter worden. Ja, dat weet ik niet. Dat is helemaal kijken hoe dingen gaan lopen met Italië en Spanje en Griekenland. Ja, ziet u het positief? Nou, ik ben niet echt negatief ingesteld, maar het is toch wel even spannend, ja, denk ik. Opa. Ja. Ja, hoe dingen gaan lopen. Dus, Oké, dankjewel.